bij deze plek wel gelaten. Ben je niet meer, Roy? Kut. En wie gaat dat daar dan doen? Ah, ik moet hem opnieuw doen. Nee, ik ga. Nee. Ik ga achter. Ik ga. Oh! Want Roy finish je DNF voor hem. En ik heb hem namelijk. Ja, ik ga achter je. Hey Roy. Sorry. Ja. Ik had eerst in instantie nog zoiets van, zal ik hem nog eens even een lekkere vis geven? Zo stond je eerste en zo stond je weer tweede. Ja. Maar hij was. Maar ook niet. Misschien. Als ik deze playlist al zo zie. Good luck. Ik moet zeggen, Warlight gaan nog goed patchen af. Ben blij met de. Oh, en weet je wat trouwens nog het leukste was, Dre? Nou. Kitty is er net wel in party geweest. Maar ook helemaal niks over dingen dat ze niet meer via mijn account komt. Nog niet eens over gesproken, hè? Ja. Ben je ja. Jawel.
ja, wat boeit dat? Nee, dat je het scheid aan. Jongen, dat ken ik Roy al. Jij kent Roy langer, maar daar ken ik hem al te goed voor. Dat van Mreska? Ja. Dat ik heb toen ook. Ja, dat staat ook nog gewoon nog steeds op YouTube. Wil jullie even wachten, jongens? Ja. Heb jij nog de politie? Oh, wij niet omdat wij die bunker hebben. Of die hangar. Oh ja! En de kutzetje voor jou weer, hé? Wat ik denk is. Ik vleeg weg. Dus je hebt alle kunnen lekker stuk. Alleen maar en nu ik in staat te krijgen hoe ze nu daar schiet nog niet eens. Als
Snelde iemand tegen mij aan? Ja. Ja, ik was aan het appen tussendoor. daar was het ook stil. Je dacht, ah, ik loop toch ver voor. Je dacht, dan kan ik wel even een appen sturen. Mooi, jij ook. Ja, jij hebt gewoon fucking. Dat was een stalkeling. Oh, wist je dat nog niet, maar jij bent getuige. Ik heb mijn eigen herstel. Mooi joh. Ik land recht in een boom. En ik boven dat dak van het hotel. Wij hebben als we daar bij die hangar hebben gekocht. Ja. Daar had hij weer een mask mee aan. Wat een domme zijn. Leuk hè? Oh, waar nou? Hoe kun je met soms gewoon al die busjes, al die auto's gaan? Daar weten wij alles van, want wij kennen deze race. Deze hebben we nog meer rek gedaan, hè? Dat al zijn vieze banden lek waren. Oh ja, ik heb gewoon een paar banden kapot Ik zou de T20 pakken hoor. Thank you.
Wat dat leuk is. Ik vond het niet handig. Wat? Ten eerste, je kan die T20 gewoon gebruiken. Ja. Dus. Wat? Wat bedoel je? Ah, het is niet goed. Je hebt hem gehad, hè, Roy? Hè? Ik heb hem gehad. Oh, verdomme. Ah, knalt ik meteen aan. Jij hebt hem wel gehaald, hè? Ah, kut! Ah, ik knal weer tegen container aan. Hey Roy. Ja? Ik weet niet of ik die ene race nog heb. Ik doe dan de gouden site. Dat had hem ook niet, hè? Nee. Wij glijden net op het laatste moment verkeerd van de wall uit. Net een laag. Ja, weet je wat er komt? Deze kop zijn glad van de eigen. Waar denk je nou eens met de sneeuw? Sneeuw op de bandjes. Jezus man. Tering. Cab up! Good luck boys. Good luck. Finish. Ik wacht al op jullie. You can do it. Ja, dat weet ik.
jij begint te glijden. Ik kom echt alleen maar met de zijkant tegen de Roy. Ja. Niet vol gas gaan. Met tikjes doen. Want als jij vol gas gaat, dan is het makkelijk om te glijden op de rollwijk. En daar is er overheen. Ik heb dan afroodbanden eronder liggen, maar ik moet dan nog zo. En daar gaat neer van Oostraat weer. Want zoals ik vind dat het nog net zo dat het een stukje is. Nou, wees blij dat je me vorig jaar niet over de kaart hier hebt gehoord. Vorig jaar ik in party met die sneeuw. Ik heb een duiwezen dat die zo zat ik een jaar geleden. Ik moet blij wezen dat er nou één baan dat die niet meer werkt. Jij bedoelt de biggest wall ride. Je kunt goed maken wat je wilt, maar hem spelen, nee. Kan niet. Dat is een wall ride over heel de map heen. Het is enorm heet, maar vergis je niet, je doet er 20 minuten over, denk ik? 20 minuten en een half uur? 15 kilometer lang. Nou zit ik er eindelijk op, heb ik die container. Dat weet ik. Zelf niet op Twitch. Ja? Ik zit er zelf niet op. Ja, maar je streamt hier Twitch. Ja. Dat is goed. Ja, ik heb daar wel 10 minuten bezig.
Hell. Nee, gewoon je instellingen. Oké. Ik weet nou hoe ik die eerste baan moet doen zo. Dat komt helemaal goed. Roy, heb je hem al gehaald? Nee. Microfoon. Oké, en ik heb in één keer vier kijkers. Drie instellingen. Apparaat, audio, uitvoer naar telefoon, uitvoer automatisch schakelen. Nee, dat is hem ook niet. Bij audio moet je even ik heb een speakervolume heb ik al een week staan. Maar je moet jouw muziek en SFX volume die moet je ook halverwege zetten. Instellingen. Audio uitvoer. Nee, ook niet. Oh, ik ben bij de derde was ik gekomen. Ik zit nou weer in zijn basis instellingen, hè? Instellingen van PlayStation zelf. Ja, Kitty, ik ben heel even bezig. Ben even mijn geluid van mijn spel zelf zacht aan het zetten. Alleen ik weet even niet meer hoe dat moest ook weer. Settings? Ja, de gewone. Op PlayStation zelf. Nee, in het spel. Oh ja. Je moet gewoon in het spel, moet je gewoon naar settings. Audio. En dan SFX volume en de music volume moet je even halverwege zetten. En ik heb bij mezelf heb ik controller speaker volume heb ik ook halverwege staan. Omdat af en toe het best wel luid is. Ja, die heb ik ook staan. Zo. Dan staat het nou goed als het goed is. Nou eens gaan kijken, zet ik echt mijn headset af. Ja, goed. Heb jij hem dan nog niet? Hé Patrick, praat eens. Nee, Patrick hoor ik niet.
Ik zie Roy daar naar beneden kiezen. Ja. Kan jij het dan net op de net zeggen? Want dan heb ik het waarschijnlijk zelf. Nee, dat is fout. Oh ja. Want ik heb het bij Cher. Je moet naar partyinstellingen en dan naar toestaan dat stem wordt opgenomen wordt gedeeld. Toestaan voor huidige party of altijd toestaan of niet toestaan. Ja. Zo, als het goed is moet je me nou wel horen. Oké, ik ga even kijken. Ja, dan... Heb jij hem al inmiddels? Nee. Heb jij hem al inmiddels? Kitty, als je gaat kijken, leer deze twee gewoon eens even leren rijden in de wereld. Ik glijd gewoon elke keer als ik net op de wallride kom, glijd ik meteen weg. Ah, verdomme! Hey Royke. Ja. Gewoon een keer als je keihard gaat roepen, dan wacht dat je op de wallride staat. Godmonde, Ik zeg toch, wacht dat ik op de wal rijd staan. Jee, maar ben jij waarschijnlijk blij dat jij morgen de nacht hebt? Toch? Hoezo? Nou, denk ik dat ik een avonddienst zou moeten krijgen. Maar zo. Wacht voor 3. Beginnen. Ja. Maar ja. Het is nou bijna... Ik ben een hustle. Het is nou bijna 2:15. Ik zou om 3:30 morgenmiddag maar eens... Jezus, ik denk dat je helemaal gek wordt aan. Heb je hem net een beetje in de straal van de straat? Ah, verdomme. Godsamme, je weet waar ik tegenaan knal. Wat? Ik val tegen die container van. Jouw schuld. Ja, dat is niet voor lekker verleefd dan. Ja, dat is elke keer haal ik hem. Ja. En dan haal ik hem net niet, weet je.
En dan glijden we weer weg. Nee. Herkenbaar. Ray, wat ben je stil? Echt, hè? Valt altijd vertrouwen, denk je. Gooi, jij nou serieus op dezelfde plek als mij neer op de grond? Shit, man. What the fuck? Ja. Klets, vol met mijn neus tegen de muur. Jezus, man. Ja, ik weg. Oh. Nou haal ik hem. Zag je wat er gebeurde? Nee. Ik raak de platform er niet eens. Ja man, was prachtig. Duimpje omhoog. Geef een like voor elke crash die we maken. Ja, echt, hè? Ja toch? Duimpje omhoog voor elke crash. Nou beste kijkers, zodra je dit filmpje hebt gezien, laat best een likeje achter. Voor nog een crash. En nog een crash. En nog een crash. Of mocht er nog wat in de toekomst erbij komen. Hé, we kunnen gewoon op kant een crash compilatie maken, man. Ik ga deze ook noemen GTA Stunt. Met crashes. Crash race. Ja. De vernieuwde crash ben ik goed. 99,99%. Ja. Jezus, ik had hem gewoon, hè. Ik val gewoon serieus voor de pijlen flikker ik van hem. Ja, dat had ik dus best wel. Oh, ik moest nog een bocht, zag ik. Ah, nou ga ik bij de eerste alweer in. Oh, leuk joh. Oh mijn god, jongens. Ik ga naar even lopen, man. Jongens, ik kom zeggen, man. Je bent al 24 minuten bezig. Ja. Ik weet het, verdomme. Ja, hallo. Normaal doe ik er een uurtje over. Ik mag eens even kant kijken. Is het 25 minuten, denk ik? Hé? Ik ben al keilang gefinished, hoor. Die alweer, alleen. Ja, dit is eigenlijk best wel komisch om te zien. Bij wie ben je aan het spectaten? Roy. Roy kent deze baan, dus hij zou hem moeten kunnen halen. Ja! Maar ik heb vorig jaar heb ik al zitten vloeken met deze baan. Oh, ik had het gewoon serieus, ik had gewoon aan. Wat toen we deze baan deden, we lagen geen sneeuw. Klopt. Toen was het nog gewoon asfalt, dus... Nee, dat is geen goede excuus, jongen. En ik heb toen ook lopen vloeken, hè. Maar ik heb hem nou wel gehaald. Zal ik hem nou eens proberen te halen? En dan zou ik hem eerder halen als gooi, natuurlijk. Dat is mijn doel. Oké, als jij het tweede wordt, krijg jij een invite voor de crew. Oh...
Waar vliegt de lucht in? Glijmiddel! Let maar op. Hij vliegt er weer lang. Iets een vuile gorekus zeker. Je moet er alleen maar om lachen, Roy, dat deze baan, jongen. Je maakt je gewoon gek. Je probeert je gewoon echt gek te maken. Daar zijn jullie al. Nou ja. Nou valt het toch wel mee. Nou. Oh, jongens. Nou begint hij gek te worden. Oh. Royke die wordt geëkt. Nog 3 minuten, zijn we een half uur bezig. Oh nee, nou ga ik hem wel. Ga je niet deze nog halen voordat ik nachtdienst heb? Of? Jawel, ja. Wat heb jij voordat ik nachtdienst mee heb? Oh ja, je moet ook nog met mij werken. Ja! Oh jongen, we zijn toch een Oetu. Ah, komt goed, ik ga hem halen. Als ik niet tegen de rek tegen de paal aan knal. Godverdomme zeg. En daar ging ik weer knal. Ja, nou begin ik ook langzaam lichtelijk geïrriteerd te raken. Oh, ik niet, ik maak me reden. Maar komt goed, ik blijf doorgaan terwijl ik hem heb. Oh, juist. Ik laat mijn PlayStation wel aanslaan, hoor je alleen maar gesnurk op de achtergrond. En trouwens, als ik lief, dan zitten jullie toch nog in deze race, dus kunnen jullie gewoon echt goed de morgen helemaal doorgaan als jullie willen. Lol. En dan kan ik morgen. En dan kan ik morgen tijdens de nachtdienst deze stream helemaal terug gaan kijken en kijken wat ik doe. Dan kun je kijken wat we gedaan hebben. Nou, zo hard valt als het meet, hè? Kom op, Roy. Ja. Ik weet dat ze domme rij. Ik hoor alleen maar Roy op de achtergrond. Ja, godverdomme, dit is een dagje. Oh, godverdomme zeg. Ik had hem gewoon. Echt dit. Yo. Ik heb nog adressen om even aan Speed te kunnen komen. Dan zou je een tv mee moeten. Ik ga het niet meer bij jou bij. Nee man, ik ga het niet meer daar leveren. Ik ga het ook niet meer daar laten leveren als je het niet even. Ik snap het niet. Nou, misschien bedoelt het voor mij, want dan blijf ik wakker, dan kan ik mee blijven kijken. Gij, hoeveel moet je hebben, jongen? Nee, ja, dan word je helemaal niet gedeeld, toch? Aan de hand, dealen, dat doe ik niet aan, hoor, jongens. Echt niet. Nee, en ik heb ook niet gebloot op kidsparty. Nee, lief stop. Jij weet dat dit daar zo live tot staat. Ja, en
En sim mij dan nou, jongen. Iedereen mag weten dat ik op Kitty's feestje heb gebleed. Ja, dat is wel. En het was nog lekker. Ah, ja, mooi. Laat een inklapper, hè? Ja, man. Vooral als je om 7 uur 's morgens over straat loopt en mensen die gaan net weg en zie je zwalk over straat. Ja, man, super. Jongens, dit is niet eerlijk. Zij zijn groot en ik ben klein. Oh, dan moet je maar eens in mijn broek kijken, dan is het precies hetzelfde dan. Maar ben jij groot bent en hij klein. Wat zei je? Ja, jij zegt... Jij zegt, moet je in mijn broek kijken, dat is precies hetzelfde. Ik zeg, waar dan, ben jij groot bent en hij klein? Nee. Jij zei, jullie zijn groot en ik ben klein. Zij zijn groot en ik ben klein, ik zei niet jullie. Ja, maar wij zijn groot, jongen. Hoike. Ja. Hoi. Lukt het een beetje? Jongen, ik zit nog steeds op hetzelfde verdomde kutstuk. Jij weet dat ik er net langs afvlieg, hè? Ja, en ik nam nee, dief. Ja, je weet dat ik eerst sport dan, hè? Dat kan niet. Tweede bedoel ik. Ja, man, hartstikke mooi. Ik lig weer op de grond. Oké, nou ben ik wel echt veel, joh. Nou, ik niet. En ik stuur hem net op Lesman, stuur ik hem nog bij. Oh, die tweede baan, dat vind ik zo'n kutstuk, jongen. Hé, hey, misschien moet ik gewoon eventjes... Even mijn vriendin opzetten, weet je wel. Even met zijn vriendin draaien. En hoe heet jouw Twitch kanaal? Ja, Hey, yo, mentions of zoiets toch? Zo doen ze dat toch? Als zoiets gooi. Ja, mentions, abonneren nu, hè? Ja. Zoiets toch? Dat is een YouTube. Oh, doe maar volgen. Dat is ook, dat is helemaal toppie. Top. Shit. Ja, weer. Roy heeft hem. Ja. Ja! Oh. Oké, nou ga ik hem ophalen, let op. Na 34 minuten. En yo mensen, ik val weer op de grond. Hey Roy, blijf wachten. En als hij net heeft gehaald over de finishrij. Had je het gezien, Ray? Nee, ik ga nou bij jou spectaculeren. Roy staat ook voor de finish. fucking Tyrus. Ik kon ondertussen mijn jointje roken. Luister, dat is niet handig. Een jointje roken, een jointje draaien en race tegelijkertijd. Dus ik word een beetje afgeleid, snap je? Kut. Jongen. Stop.
Steltje aan sociale dieren. Mooi. En rijden, hij gaat toch weer naar beneden. Nog niet. Hij zit er nog op. En dat gaat. Ja, mijn kabeltje van mijn headset die ging helemaal tussen mijn knoppen hangen. Weet je hoe irritant dat was? Maar dan gaan we weer. Ja, het is gewoon goed dat we morgen een ochtenddienst hebben, hoor. Nee. Dan denk jij van 3:30. Dan denk ik dat ik nog half op coma lig. En jij pas als je een keer achter mijn YouTube kanaal komt bij deze. Bassie en Adriaan, dat zijn Roy's beste vrienden, die hij maar kan vinden. Mm-hmm. Hij vindt het zo leuk als ze zijn. Als ze ook weer heel snel weg zijn. Ja, oh, jezus. Hm? Had je gezien wat er gebeurde, hé? Mhm. Jij gaat vol gas zijn, anders laat een beetje gas los. Want des te eerder begin je te glijden op die gladde plank. Ik laat juist dan gas los als ik begin te glijden. Ja, maar je moet, niet al te veel gas laten, je moet heel te tikjes met de R2. Oh, gas vol, gas half, gas vol, gas half. Even checken, ja. Joint eigenlijk. Ik zal even een leuke filter aanzetten. Een filter. Oh, deze is awesome! Oh ja! Oh, deze moet je kijken als je stoom bent. Roy, je kent toch dat gevoel van net als met die drugslab, als je niet kan meebrengen in die vrachtwagen dat je stoom bent? Ja. Zo zit ik nou naar Patrick te kijken in dat beeld. Oh, vet. Fucking awesome. Je kan allemaal verschillende filters kan je aanzetten. Ook dat je naar het nieuws zit te kijken. Oh, jezus. Ja, ik had bijna gehaald die ene. Ja. Jij, Ettenbak, kom eens achter mij vandaan, ik ga eens gewoon lekker neven vandaan. Hier staat... Er was definitely suspect... Oh, ik krijg allemaal nieuws tussendoor en er staat erin, race. Met de naam van de race. Oh. Had ik, oh godsamme. Nou, zo zat ik een jaar geleden, maar toen was je nog asfalt. Ja. Heb je een mondrand? Nee.
finish mag worden hoor, want ik word niet goed voor. Wacht. Patrick zei toch dat hij ongeveer een uurtje eroverheen zou doen? En hij vliegt er vandaan. Had je het gezien? Dat was bijna. Nou, ik denk dat dit wel langer had geduurd dan een uur. Hè? Ik wou nog tegen Roy zeggen, wacht tot het uur voorbij is en dan pas over te finishen. Slaat. Zo, mooie eindknal. Precies op de seconde. Van een leuke race. Hier, binnen in drie minuten heb ik hem gehaald. Oh joh, Roy in 41. Ja. Volgens mij wordt dit de langste stream van jou ooit, Roy. Oh nee ja. Geks. We hebben nog 12 races te gaan, hè? Ja. Hey Roy, weet je welke auto hier goed voor is op deze baan? Hè? Die Sentinel Classic. Ik heb hem hierop uitgeprobeerd. Succes. Good luck. Yeah. Hey, wie beukt daar? Patrick Bos, oké, ik krijg het terug. Nou, ik hoef niet eens moeten doen hier. Houden we. Waar wow, kuts nieuws hè. Ik ben nergens last van. Ja. Jij bent er zeker ook weer vanaf gegleden. Drie. Nee. Ik sta naar de eerste, dus ik sta naar de tweede, dus Roy, kom je maar achterna, jongen. Je weet toch, ik never follow Tiger. Nee. ik had net iets verkeerd schaats genomen. Ah!
Jongens. Mooi, 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 mooi. Ik wist dat dat ging gebeuren namelijk. Ik zag het al aan. Hey Roy. Ja. Weer bedankt voor je eerste plek, hè. Ja. Maar zolang het gewoon voor de fun is, waarom niet? Ja. Ik miste gewoon mijn tweede plek doordat ik een dinges miste. Oh. Kijk al, als ik het echt puur voor mijn levels moet gaan doen. Dat is ook weer niet zo. Nee. Zo, een bruut geweld. Wat? De looping door. Ah ja, wat dan even. Net voor die kegels. Net voor dat plateau, zeg. Piep. Hey, ik heb geen DNF. Nou ja, mijn bijnaam kunt toch niet krijgen. Wat dan? Ik heb nog net niet op mijn kenteken platen, DNF King. Wat is dit nou weer? Job failed download because it contains invalid data and needs to be remade. Oké. Dan moet je die er even tussenuit halen. Ja. Ga ik een nieuwe playlist maar opstarten dan. Ik sta recht in het water natuurlijk. Oh ja, ik wel. Ik ben ook meteen uit jullie sessie, geloof ik. Hey, appelcookie! Ik ben ook uit je recessie volgens mij, man. Yeah. Ja, Applecookie is online. Ja, ik zit in de sessie van Applecookie. Nou. Ja.
Dus als je Appelkoekje wil zien, moet je even gauw joinen. Nee, ik zit er al bij. Ik ben al onderweg naar Roy. What the fuck? Roy, dan ben jij toch in het water? Ja. Hier, Roy, let op, hè, let op. Blijf eens, nee, gewoon blijf drijven. Mag ik jouw bounty hebben? Hm? Mag ik jouw bounty hebben? Doe maar. Nu zit hij online. Dark Soldier left. Ja, yeah. Hij wil mijn bounty. En die krijgt hij niet. Lol. Hey heren, ik ga slapen. Is goed. Ik zou zeggen, nog veel gameplezier en tot de volgende keer. En Roy, tot morgen, lieve schat. Tot de volgende keer, eentje. Wel het mooiste pak aantrekken, hè? Ja, de, trek jij maar je mooie trouwjurk aan. Ja, trouwjurk aan de werkkleding. Is goed, jongen. Dit is de enige later keer dat je mij in pak ziet. Ja, is goed, jongen. Ik spreek jou morgen. Is goed. Later. Later. Hey. Hoi. Hoi. Yo. Yo. Wat is dan als we dan... Moment.